30 september, dan is het zover, dan mogen we weer aan de slag. En ik in ieder geval uh, zeker met een nieuwe FIFA. Een FIFA die nog gewoon FIFA heet, FIFA 23. En, uh, nou, ja, is het eigenlijk ook wel de meest obligate preview van alle previews die we hier doen. Want je weet exact wat je bij FIFA gaat krijgen, namelijk voetbal. Elf spelers aan beide kanten of elf speelsters doelen uh, een bal en dan moet je gewoon zien te scoren. En um, ja, over het algemeen komen er wel wat nieuwe dingen bij. Dat brengt EA altijd heel erg groot van... ...het is volgens mij nu de world biggest game... ...of the best sports... Game. ...whatever. Uh, ze pimpen dat altijd heel erg op... ...maar over het algemeen blijft veel toch wel bij het oude. En kun je eigenlijk gewoon weer aan de slag... ...met de teams, de spelers op de juiste plek... Uh, ...etcetera, etcetera. Maar goed, omdat het een preview is... ...denk ik toch dat het handig is dat ik even ga uitleggen... ...wat je kunt gaan verwachten... ...als je FIFA 23 in huis gaat halen. Eh... Uh, een van de dingen is: de game komt natuurlijk op zo'n beetje alle consoles uit, inclusief je wasmachine en je moeder. Uh, maar tot nu toe was altijd de PC en de Switch-versie, uh, was altijd een beetje, ja, dat noemden ze altijd een soort van de Legacy Edition. Maar dat was eigenlijk gewoon oude meuk die ze dan nog een keer uh, opwarmde om je nog een keer daarvoor te laten betalen. Was eigenlijk gewoon een beetje dezelfde versie als vorig jaar. Dat is bij de PC nu niet meer zo. Dus de PC-versie is gewoon de versie die je ook op de Next- en de Current-Gen-consoles gaat spelen. En de mensen die een Nintendo Switch hebben, die moeten dan maar Mario voetbal gaan spelen. Of Mario Soccer, want uh, die krijgen helaas nog wel de leg Legacy Edition in hun mik geschoven. Dat betekent dat daar gewoon niet al te veel gaat veranderen. Laat ik het zo zeggen, het gaat niet dat worden waar al die andere mensen wel mee aan de slag kunnen. <coughs> Ik ga me nu even richten op al die andere mensen die uh, FIFA 23 uh, willen gaan spelen. 30 september komt de game dus uit. En er zijn wel een aantal dingen uh, veranderd. Niet zozeer qua engine. Uh, de PlayStation 5 en Xbox Series S en X uh, en PC, uh, ja, die zullen er het beste uitzien. En de PlayStation 4 en de Xbox One-versie, die zullen er dan wat minder uitzien. Die zullen ook bepaalde dingen niet hebben die bijvoorbeeld de... Next Gen versie wel hebt. Er is wel heel belangrijk nu crossplay. FIFA 22, dat was alleen nog een test. En nu kun je dus straks met je PlayStation gewoon. PlayStation 5. Blijft wel gen afhankelijk. En met je PlayStation 5 kun je tegen Xbox Series S en X mensen spelen. En daar ben ik wel blij mee. Want uh, ik vond vorig jaar dat er niet al te veel mensen online waren. Uh, met name bij Seasons. <coughs> omdat iedereen natuurlijk FUT speelt. En dat was bij de Xbox helemaal het geval. Uh, nu dat een beetje samenkomt. Uh, hoop ik toch weer dat de servers wat. Uh, ja, wat, 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 wat voller zullen zijn. Maar gen afhankelijk dus. Als je de PlayStation 4 hebt, speel je alleen maar tegen Xbox One uh, spelers, niet tegen PlayStation 5-spelers. Goed, um, gameplay. Altijd heel belangrijk, wat is er bij gameplay ver uh, uh, veranderd? Nou, je ziet hier iets. Uh, dat zou uh, een verandering kunnen zijn. Dat is namelijk de power shot. Die is een beetje arcade. Eigenlijk uh, wat er gebeurt is uh, op het moment als jij echt een. ...loeihard schot in de kruising wil geven, dan zul je uh, R1 en L1 tegelijk moeten indrukken en de schietknop en dan ook nog eens een keer manueel richten op het doel. Dat is dus een skillshot, dat had je vroeger ook, die skillshots. En het nadeel van skillshots was op een gegeven moment dat dat gewoon overpowered werd en dat met name de pro's die skillshots zo goed in de vingers hadden dat je eigenlijk uh, de een en de andere goal op die, man die manier tegenkreeg. Waarom zit dat powershot er nu in? Dat is eigenlijk heel simpel. Er is één grote punt van kritiek op de laatste FIFA's. En dat is eigenlijk dat de heersende tactiek, de heersende strategie die de meeste spelers uh, altijd uh, 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 hanteerden, was gewoon zoveel mogelijk met je verdediging naar achteren leunen. Uh, ...proberen dan het strafschopgebied... ...het is nog net niet parking de bus... ...maar wel gewoon een beetje die, dat hele strafschopgebied vol klodderen... Met je, ...met je mannetjes, met je spelers... ...en dan vervolgens met een razendsnelle counteruitbraak... ...via twee supersnelle buitenspelers... ...en een snelle spits naar voren gaan om op de counter te scoren. Dat was eigenlijk een beetje wat alle pros deden... ...en op een gegeven moment steeds meer ook de mensen in de seasons en in de FUT. En um, ja, dat verpest op een gegeven moment dan eigenlijk een beetje de... Ja, Aantrekkelijkheid van het voetbal. Want het voetbal is nou juist leuk dat je verschillende systemen kunt hanteren. Nou, om dat te voorkomen, hebben ze gezegd: als iedereen nu verder naar achteren gaat uh, trekken, dan is er dus ook meer ruimte voor een afstandsschot. Nou, dat afstandsschot is dus de powershot. Daarnaast hebben ze de keeper ook eens een keer uh, menselijk gemaakt. Dat betekent dat bij wijze van spreken een Donnarumma ook gewoon eens een keer een bal door zijn vingers kan laten gaan. Dat blijft altijd een beetje weird dat je een game kan verliezen. Op basis van uh, uh, een, een fout van de CPU. In plaats van een fout van jezelf. Uh, maar dat is natuurlijk ook een beetje in wezen uh, wat voetbal is. Een andere aanpassing die ze hebben gedaan. was de AI van de verdediging. Die is nu wat. Uh, menselijker ook geworden. Dat betekent, uh, ja, het, het, het feitelijk wat je deed altijd bij FIFA 22 was jockeyen. Dus je loopt met de speler mee naar achteren en op het moment als je denkt hij, 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 hij tikt nu de bal iets naar voren bam, dan zet hij in het blok en dan had hij eigenlijk altijd had hij dan de bal. Nou, dat is nu dus ook wat minder geworden. Uh, er zit uh, de, de, ja, de, je faalt wat meer als verdediging. Het is wat mo moeilijker gemaakt, waardoor eigenlijk het aanvallen wat uh, meer loont en je dus eigenlijk op een gegeven moment denkt van oké okay, ik moet niet helemaal achter gaan zitten want dan uh, als ik dan een fout maak, ben ik er meteen door misschien kan ik toch wat meer van het strafsgebied afverdedigen uh, zodat je nog de ruimte hebt met bijvoorbeeld snelle verdedigers om terug te komen wat ze ook hebben aangepast is uh, en dat noemen ze accelerate is dat je drie typen verdedigers hebt qua snelheid uh, je hebt de hele snelle backs die gewoon heel snel kunnen accelereren maar een van dijk of uh, een andere grote verdediger, uh, Rudiger bijvoorbeeld, die, uh, ja, die accelereert niet zo snel, maar die kan zijn acceleratie als die geaccelereerd is, als die op snelheid ligt, wel langer volhouden. Dat betekent dus dat Van Dijk in het begin even uh, misschien op achterstand zit, maar wel terug kan komen terwijl iemand anders uh, die wat kleiner is en sneller accelereert dat niet kan. Dus op die manier proberen ze dat te tweaken. Probleem is de mensen die tot nu toe FIFA hebben gespeeld, die kunnen dat niet testen, want die spelen tegen de CPU en dat is gewoon geen goede vergelijkingsmateriaal, omdat je nu eenmaal FIFA tegen mensen speelt. Dus al deze aanpassingen, uh, corners bijvoorbeeld, uh, daar kun je nu ook aangeven of je hem onder in de bal wil draa draaien aan de zijkant, zodat je meer een swinger kan maken. Uh, al die aanpassingen, we weten pas of dat werkt. Um, als daadwerkelijk de mensen tegen elkaar gaan spelen. Dat betekent ook dat wij, uh, als we FIFA gaan reviewen, en dat gaan we ook doen, dat we dat niet op launch doen. maar dat we de review, ik denk een week na dato, uh, gaan neerzetten. Omdat je dan pas weet hoe het allemaal gaat werken. Um, animaties. Uh, ja, die zijn ook op de schop gegaan, zegt IA. Uh, ze hebben nu Hypermotion 2.0. Dat betekent uh, dat het allemaal nog super verloopt. 6000 verschillende uh, animaties hebben ze gemaakt. Um, ze hebben volgens mij uh, complete teams pakken aan laten doen. En vier wedstrijden laten spelen. Complete wedstrijden, al die animaties zijn opgeslagen. Dat betekent dat het allemaal nog vloeiender eruit zou moeten zien. En ook uh, het dribbling uh, is. Uh, ja, je hebt nu een nieuwe. Technical dribbling, waarbij je uh, uh, wat makkelijker ook de bal bij je kan houden en misschien nog betere moves kunt maken, nog meer. Uh, uh, ja, uiteindelijk is dat wel eigenlijk waar voetbal om draait, is dat je toch een mannetje kan passeren, zodat je een mannetje, een, een man meer situatie kan creëren op het veld en daaruit een kans kan uh, um, creëren. Ik heb het hele tijd over mannetje. Nou. Vrouwtjes zitten er natuurlijk ook in. Uh, de Franse Super League en de Engelse Super League zitten erin. Het WK voetbal voor vrouwen zit erin. Het WK voetbal voor mannen zit erin. Alle modes zitten erin. Daarom noemt FIFA dit ook gewoon de biggest sports game in the world, the biggest game. Uh, ik weet niet eens wat het motto is, maar het is groot, groot, groot. Uh, FUT, Daar kunnen we nog niet echt heel veel zien wat daar. Uh, aan veranderd is, dat bewaar ze altijd een beetje uh, tot het laatst. Uh, chemistry systeem is op de schop. Uh, ook na, na aan, uh, op aanvraag van de community. Omdat uh, ja, spelers hadden altijd een soort van hele vaste positie. Terwijl je misschien juist met bepaalde spelers ook op een hele andere positie wil neerzetten. Uh, omdat jij denkt dat je daar uit kunt halen. Nou, dan was met Fut al meteen de chemistry verkeerd. Nou, dat is dus nu niet zo. Um, en er zijn uh, fut moments, soort van challenges die je kunt gaan doen, situaties die je met fut kunt gaan uh, 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 naspelen en uh, succesvol mee zijn. En daar kun je dan allemaal weer credits mee winnen, waardoor je weer nieuwe kaartpakketjes kan gaan kopen. Goed. Dan heb ik dat eigenlijk allemaal wel uh, opgerateld wat er allemaal uh, veranderd is. En um, de vraag is dan. Ja, hoe gaat dat uitpakken? Ik, ik ben daar erg benieuwd uh, naar. Nou, ik ben nooit zo iemand die heel graag FIFA van tevoren speelt. Um, volgens mij, is, ik weet niet eens of we ervoor uitgenodigd zijn, uh, maar het heeft weinig zin want je speelt altijd tegen, um, te, tegen, um, tegen CPU's. En als het niet online is, laat dat niet zien wat FIFA is. Ze hebben dingen vernieuwd. Um, Klinkt allemaal goed, met name dat park, de bus en dat terugtreksysteem, uh, waardoor alle aanvallen hetzelfde zijn. Uh, als dat op een of andere manier getweekt zou kunnen worden, dan zou ik dat zeker toejuichen. Want wedstrijden werden daardoor wel op een gegeven moment eentonig. Maar ik heb daar altijd mijn twijfels bij. En waarom heb ik dat er mijn twijfels bij? En dat is eigenlijk met elke multiplayer game: gamers zijn slim. En ook hier zul je straks zien dat er een meta-formation komt. Dat er een meta-tactiek komt. Uh, dat er meta-spelers gaan komen die je moet gebruiken. En dan lijkt uiteindelijk toch weer elk potje ongeveer op elkaar. Maar mij maakt het nooit zo heel veel uit. Ik speel alleen Seasons. En uh, ik heb daar toch wel weer lol mee. Ik bedoel, ik heb nu echt wel heel lang geen FIFA gespeeld. Um, en ik mis het wel een beetje. Ik hou gewoon van uh, sportgames. Ik hou van voetbalgames af en toe spelen. Uh, we gaan het zien... En uh, ja, dan volgend jaar uh, dan geen FIFA 24 meer. Want dan heet het. Ik zou niet eens meer weten hoe ze dat nou gaan noemen, jongen. Maar volgens mij heet het. Uh, FC, FIFA, FC EA Soccer. Echt een kutnaam. Um, ik ga het gewoon FIFA blijven noemen. Uh, FIFA 24 dan. 30 september. Dan gaat de game uitkomen. Wie weet dat IE members dat dan weer één of twee dagen eerder komen. De review die ga je krijgen. Maar dat is altijd een weekje nadat de game online is. Want we willen eerst gewoon volle bak online gaan tegen menselijke tegenstanders spelen. Want dan weet je of de nieuwe FIFA ook daadwerkelijk een toffe wordt.